Man of the match. En je eerste doelpunt. Ja, een mooie avond voor mij. Ja, lekker toch? Ja, heerlijk. Sowieso scoor ik niet zo heel vaak. En ja, ik denk dat we ook wel weer aardig stonden. Dus dat is ook weer goed meegenomen. Jullie stonden aardig. Ja, was dat ook misschien wel hard nodig vanavond? Ja, ik denk dat we aan de bal heel slordig waren. En ik denk dat zij heel veel, dat zij heel veel counters konden maken. En, maar ze hebben niet heel veel, heel veel grote kansen gehad, denk ik. Dus ja, aan de bal moest het wel beter. Maar ik denk dat we organisatorisch wel dat we vrij aardig deden, denk ik. Je moest even glimlachen omdat er achter jou nog een opmerking wordt gemaakt door jouw voormalige ploeggenoot Sander Duits. Die even erin wrijft dat jij bij Go Eagles nooit hebt gescoord. Dat is niet helemaal waar, want ik heb je bij Go Ahead ook wel eens een aantal keren zien scoren. Maar ja, het was wel keihard nodig, want je zei het al, het was gewoon heel slordig. Ja, aan de bal vond ik het heel slordig, inderdaad. En nou, tot de 1-0 vond ik ons nog wel de bovenliggende partij. Na die goal denk ik dat de RKC... ja, ons gewoon de hele tijd de bal heeft in ieder geval. En tweede helft, ja, een beetje een schaakspel. Maar wat ik zeg, ze hebben heel veel ruimte om de counter te spelen elke keer. En ja, dat komt gewoon omdat wij heel zorgen aan de bal zijn. Afgelopen vrijdag werd ook de verdediging wel geroemd en geprezen bij FC Twente. Want jullie gaven toen weinig kansen weg. Vanavond hebben jullie ook gewoon wel een paar keer het geluk dat Dylan Seys zich twee keer verslikt in die bal. Ja, absoluut. Als hij schiet één keer helemaal over de bal heen, volgens mij. En één keer van de andere kant schiet hij net over de kruising heen. Ja, die kunnen er zo mee invallen en dan moet je nog verlengen ook. Dus ik ben er wel blij mee dat ze zo zorg met die kans omgaan. Ja, dat zitten jullie niet tegen, hè, de laatste weken. En als je dan kijkt, het speelniveau kan alleen nog maar beter. Als deze ploeg ook nog goed gaat voetballen, dan doen jullie gewoon aardig mee. En jullie zitten in de koker. Ja, nee. Ik denk als je vrijdag wint, dan kan je niks zeggen. Sta je 3 punten achter op de koploper. Zitten we kwartfinale nu van de beker. En dan, ja, het spel is niet altijd goed geweest, maar op zich de resultaten... denk ik niet heel slecht. Hoezeer leeft die beker? Want ik vroeg het gisteren ook aan de trainer. Die zat ook een beetje zo te gissen van ja, welke fase zitten we eigenlijk in het bekertoernooi? Achtste of kwartfinale? In hoezeer leeft die beker bij jullie? Nou ja, tot op dit moment natuurlijk. Het zijn gewoon leuke wedstrijden. En vooral nu. Waarschijnlijk komen we nu tegen een Eredivisieploeg. En dan ja, hopen dat we thuis loten. Dan kan het wel heel erg gaan leven. En dan kunnen leuke wedstrijden worden. Als ik jou was, zou ik nou even naar Sander Duits gaan. Even het laatste woord terugpakken. Ik denk dat ik meer goals gemaakt heb dan hem. Dan Go Ahead. Dus ga ik er even in wrijven. Gefeliciteerd. Dankjewel.